Non-verbaal zeggen we veel meer dan we denken. En dat kan hele nuttige informatie opleveren. Ook op de werkvloer weet lichaamstaal specialist Isabelle van de Nadoort. En ze schreef er ook al een boek over ze is De gast, hartelijk welkom. Ja. ja, ik word dan meteen een beetje zenuwachtig van iemand die uh, allerlei dingen aan mij af kan lezen. waarvan ik me helemaal niet bewust ben dat dat aan mij af te lezen valt. Waar, waar let jij op als je ergens binnenkomt als het gaat om lichaamstaal? Als ik ergens binnenkom en ik wil uh, een, een gesprek met iemand. dan kijk ik altijd, is diegene open? Dus staat hij open of zij open? En uh, kan ik naar, naar diegene toe? Want als iemand niet te benaderen is, dan, dan sluit hij zich af. En dat kan zowel op de werkvloer zijn, dus diegene die kijkt naar de computer en die is druk bezig in zijn werk of haar werk, of uh, is die op dat moment gewoon wat neutraler. Dus dan is die wat meer ontspannen houding en dan weet ik, ik kan hem benaderen. Dus daar let ik allemaal als eerste op als ik ja, naar iemand toe ga. En als je denkt, oh mijn baas gaat iemand ontslaan of niet, hoe zou je dat kunnen zien? Nou, je, als het goed is ken je je baas al wat langer. En al dan uh, ten eerste zal die niet zomaar jou ontslaan, dus daar zit dan een geschiedenis achter. Maar als jij, je baas zou daar uh, zenuwachtig over worden uh, of een spanning laten zien al een tijdje, als hij bij jou in de buurt is. En dat kan jij zien en waarnemen en eigenlijk al, al, al eerder met gesprek met hem aangaan. Ja, dus, het is namelijk geen leuk gesprek. Dus hij zal het. Uh, het zal stress. Zij, hem, ja. Ja, het zal stressnaam uh, ja, omhoog brengen. Dus je kunt eigenlijk niet zeggen, uh, ik zie dingen niet aankomen. Want als je goed oplet, zie je dus heel veel dingen aan mensen. Je ziet heel veel aan, aan, aan mensen, dat klopt. Je ziet of iemand zenuwachtig wordt. of uh, dat um, hij uh, enthousiast is, of juist niet. Um, uh, je, je hebt drie soorten hersenen: en je hebt het reptiele brein, dat zorgt ervoor dat je uh, voor het vluchten, vechten of de aantrekking. Dus als ik iets interessant vind, nou, ik ben, vind het nu interessant, ik zit naar voren, jij ook. Ja. Vind je het niet interessant of vind je het niet leuk, ga je naar achteren. En dat is het eerste wat er, wat er in, in je opkomt. En daar kan je niks aan doen, dat wordt niet gelijk gestuurd. puntje van je stoel, een reptiele ja, brein precies. is aan bod. En daarna krijg je het zoogdierenbrein. Deze twee breinen kan jij niet manipuleren. En wat doet het zoogdierenbrein? Uh, dat zorgt voor het gevoel. Dus is iets positief, is iets negatief. En dat, dat laat je meteen in de eerste seconde zien. En daarna komt het, het denkvermogen. En dat denkvermogen. Dat manipuleert, of dat kan manipuleren. Dat hoeft niet, maar dat kan wel. Dus of de emotie wordt sterker. Ja, gemaakt. Uh, ik ben vrolijk, dus word ik nog vrolijker. En Je ziet het echt goed in mijn gezicht. Of het wordt opeens neutraal gemaakt. En als dat neutraal gemaakt wordt, dan, dan zit daar wat achter. Dat is een verborgen agenda. Wat zegt meer wat iemand zegt of hoe iemand zijn lichaam houdt? Het is een combinatie van beide. Je, uh, eigenlijk, woorden doen er zeker toe. En als het goed is, dan spreekt je lichaam diezelfde taal mee. Uh, als je bijvoorbeeld zenuwachtig bent, zou je stress ervaren en zou je wat meer gespannen zijn. Want je bent veel meer bezig om te gaan vluchten of te vechten. Dus zijn jouw um, armen en je be de bewegingen zijn dan wat krampachtiger. En dat laat je dan zien. Dus het, het, um, het gaat erom... Klopt de beweging die er gemaakt wordt, klopt dat bij de, de inhoud van jouw gesprek? Als je nou naar bijvoorbeeld een verhoor in de Tweede Kamer kijkt, of mm -hmm. naar een, een rechtszaal, mm -hmm. zie je dan of iemand de waarheid spreekt? Um, waarheid is een groot woord. Uh, want als ik iets groter maak. Uh, begint mijn, mijn, mijn lichaam ook stress te vertonen? Want ik weet zelf dat ik het groter maak. Dus mijn lichaam, die, die gaat de kenmerken geven van stress. Dus als je overdrijft, bijvoorbeeld? Ja. ja. Dus maar dat, dat is vind niet liegen. Dus, dat is niet liegen. Dus het is wel: uh, uh, je kan wel doorvragen en kijken waar dan elke keer deze stress. Uh, zich uit en als je dat dan op een gegeven moment heb je dan een hele vragenlijstje gehad en dan kan je wel zeggen van nou daar klopt iets niet bij dit punt maar om gelijk te zeggen van nou jij liegt omdat jij uh, deze handeling doet dat klopt niet nee. Je kan het wel zien, kijk, mijn dochter is ook heel klein geweest en <laughs> zij, als de meeste dochters, <lacht> <lacht> ja, en, en zij, zij was ook wel eens boos. En dan stond ze stampvoetend zo voor me te razen, ja, op dat moment uh, zij zei zij: Van uh, ja, maar ik ben niet boos. Nou, dat klopt niet. Nee. je ziet aan alles dat het anders is, en dan is lichaamstaal belangrijker dan de woorden, je hoort ze wel. Maar het lichaam zegt totaal iets anders. Dus dan is het wel dat het te daarmee te maken heeft. Ik denk dat er uh, heel wat mensen um, nou, misschien wel, wel meer te weten kunnen komen... over hoe ze, hoe ze hun eigen lichaam houden en, en die van hun collega's. Ja. Interessant. Lichaamstaalspecialist. Dank je wel, Isabel van den Nadoort, voor deze uitleg. En bedankt.